Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. Heel veel mensen willen financieel onafhankelijk worden, maar heel veel mensen denken dat dat onmogelijk is. Of je moet de staatsloterij winnen. En in deze video probeer ik uit te leggen dat er veel meer mogelijk is dan heel veel mensen denken. Want als jij het voor elkaar krijgt om met een hobby wat geld te verdienen, zijn de gevolgen gigantisch op de lange termijn. Daar gaan we het over hebben, dus laten we snel beginnen met de video. Als je heel ver vooruit kijkt naar je financiële toekomst, dan weet je gewoon, oké, ik moet actie ondernemen om ervoor te zorgen dat ik er later warmjes bij zit. Dat is bijvoorbeeld een AOW, een pensioen van je werkgever, maar het kan natuurlijk helemaal geen kwaad om daarnaast ook wat op te bouwen. Heel veel mensen kiezen er bijvoorbeeld voor om te gaan beleggen. En heel veel mensen die beginnen met beleggen, die denken ook vaak, oké, voordat ik ga kijken van wat kan ik allemaal spenderen, is het misschien eerst verstandig om goed in kaart te brengen van wat gaat er allemaal uit en hoeveel geld kan ik besparen. Want als jij 50 of 70 of 100 euro per maand kan besparen aan onnodige kosten, dan is dat natuurlijk meteen een bedrag wat je kan gebruiken voor je financiële toekomst, waardoor je dus meer vermogen opbouwt. En vooral op de lange termijn zal ook 50 euro of 100 euro verschil per maand gigantische gevolgen hebben. Maar het houdt een keertje op met budgetteren. Als jij namelijk een maand lang goed in de gaten houdt van wat gaat erin en wat gaat eruit en wat voor kosten kan ik besparen, en dat is dan bijvoorbeeld een eurotje of 50, kan je heel moeilijk zeggen, nou dat ga ik volgende maand weer doen, de maand erop weer, de maand daarna ga ik dat ook weer voor elkaar krijgen. Dat is natuurlijk niet mogelijk. Op een bepaald moment heb je gewoon kosten bespaard en is er niks meer te budgetteren. En dan houdt het dus wel een beetje op. Vandaar dat het heel erg belangrijk is om te kijken van, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik meer inkomsten kan genereren. En tegenwoordig met het internet zie je gewoon dat heel veel mensen het voor elkaar hebben gekregen om inderdaad wat extra bij te verdienen. Dan heb ik het niet meteen over 1000 euro's per maand, maar inderdaad gewoon van je hobby je werk maken. En dat is ook wel iets belangrijks, want je merkt dat online geld verdienen vooral een beetje tijd nodig heeft. Het is niet zo als jij bij jezelf denkt, ik ga geld verdienen, en dat je denkt over een maandje verdien ik meteen 1500 euro per maand extra en zo kan ik dus aan mijn toekomst bouwen. Vandaar dat het belangrijk is om inderdaad goed te kijken naar je persoonlijke situatie, van waar heb je kennis over, wat zijn je hobby's, en dat je daar inderdaad je op gaat concentreren om te zien hoe kan ik hier geld mee verdienen. En er zijn natuurlijk ongelooflijk veel voorbeelden en iedere situatie is natuurlijk anders. Weet jij alles van paarden, weet jij bijvoorbeeld alles van Lego, het maakt eigenlijk niet uit. Dan zijn er allemaal verschillende dingen mogelijk, dus het is natuurlijk wel lastig om voor iedereen even een voorbeeld te schetsen, vandaar dat ik er een paar heb die vaak een beetje voor de hand liggen. Bijvoorbeeld, je ziet dat steeds meer mensen denken van weet je wat, ik ga eens kijken of ik op YouTube inderdaad in mijn niche, in mijn hobby, een kanaal kan creëren en dat je wat geld kan verdienen. En dat zal echt niet meteen vanaf dag 1 1000 euro zijn. Toen ik begon in 2017, het duurde volgens mij bijna een jaar voordat ik wat geld ging verdienen en dat was dan 2, 3, 4, 500 euro in de maand. Een jaartje later zat ik zo'n beetje rond de 1000 à 1200 euro in de maand, dus er ging veel tijd in zitten. Maar het was een hobby, het is nog steeds een hobby, dus dan ga je vanzelf wel door omdat je het gewoon leuk vindt. En het is heel erg lastig om vol te houden als je er heel veel tijd in stopt, heel veel energie in stopt en je verdient geen euro. Maar als je het leuk vindt, dan is het natuurlijk al een stukje makkelijker. En je kan het zo gek niet bedenken of er is geld mee te verdienen. Wat ik bijvoorbeeld ook een tijdje deed op Marktplaats, en wel een tijdje geleden al, dat was het verhandelen van Pokémon kaarten. Ik wist gewoon van, wat zijn de waardes, dus ik ga af en toe zat ik op Marktplaats te kijken en ik zag inderdaad een advertentie voorbij komen. Ik richtte me vooral een beetje op de kaarten die een behoorlijke waarde hadden, of die gegrade waren, dus dan krijg je een cijfer op een kaart om inderdaad aan te geven van wat de kwaliteit ervan is. En dan kon ik al heel gemakkelijk zien van, hé, deze prijs klopt niet. En toen heb ik gewoon in een behoorlijk lange tijd heel veel van die kaarten constant geflipt. En dan heb je inderdaad in de maand heb je 1200 euro uitgegeven en er komt 1700 euro binnen. Zo heb ik het dus best wel lang volgehouden. Op een bepaald moment was er ook een boom binnen de Pokémon wereld. Dat gebeurde toen met die app van Pokémon Go. Toen was het zo dat kaarten die ik 3 maanden geleden had gekocht voor 100 euro plots 300 euro waren. Toen heb ik dus echt een financiële klapper gemaakt. Maar het is dus gewoon mogelijk om met alles en nog wat geld te verdienen. En dat zal niet 1000 euro's per maand zijn. Het kan wel uitgroeien tot 1000 euro's per maand, want het is natuurlijk zo, als je iets voor jezelf begint, weet je natuurlijk nooit hoe ver het kan eindigen, want als je nu denkt van nou, ik ga beginnen en het zal heel mooi zijn om 200-300 euro per maand te verdienen met dit bijbaantje / hobby, zodat ik bijvoorbeeld dat geld kan beleggen voor mijn toekomst. Maar als je een jaartje bezig bent, 2 jaar, dan weet je natuurlijk niet hoe ver je dan bent gekomen. Misschien is het wel 500 euro, misschien wel 2000 euro. Vaak merk je met mensen die echt veel geld verdienen online, dat het vooral begon als een bijverdienste, een hobby. En dat liep dan een beetje uit de hand in de positieve zin. En
voordat je het wist hebben mensen hun werk opgegeven en zijn ze dus eigen baas geworden. Dus als je inderdaad begint, weet je nooit waar het plafond ligt. En het kan natuurlijk ook zo zijn, wat je tegenwoordig ziet, is dat heel veel mensen hun eigen website beginnen. Daar zit natuurlijk wel behoorlijk wat concurrentie tussen. En dat kan het best wel lastig maken om daar een beetje doorheen te komen. Maar dat moet je eigenlijk wel accepteren met het online geld verdienen. Het is niet zo dat je binnen 2-3 dagen dat voor elkaar gaat krijgen. Iedereen wil online met een hobby geld verdienen. Dus je moet er ook energie in stoppen. En dat kan inderdaad een tijdje duren. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je op de lange termijn denkt van, dan kan ik misschien meer geld gaan beleggen voor mijn financiële de toekomst bijvoorbeeld, dan moet het ook niet al te veel moeite kosten om er inderdaad een paar maanden echt veel energie in te stoppen en dat je op een bepaald moment, na een maand of 6 of na een jaar misschien, dat je dan kan denken, oké, heeft dit nog zin? Maar niet denken na 3 weken van, ja, het schiet eigenlijk niet op. Want als je dat geduld niet kan opbrengen, dan heeft het ook weinig nut om te beginnen. En als je inderdaad bijvoorbeeld een bepaalde website hebt gebouwd, of je hebt een YouTube kanaal, of je verdient op een andere manier geld, dan kan je dat geld natuurlijk apart zetten. Natuurlijk hoeft het ook weer niet zo zijn dat je al je geld direct weer gaat investeren. Want stel je voor, je krijgt het voor elkaar om elke maand €250 te verdienen met je hobby, dus je bijverdiensten. Kan je natuurlijk ook bepalen van, weet je wat, ik zorg er gewoon voor dat €100 naar mijn vaste lasten gaan, dus dat je wat meer kan genieten. Dus misschien niet per se vaste lasten, maar dat je een keertje extra uit eten kan, et cetera. Of misschien op een jaarbasis basis, dat je elke keer die €100 aan de zijkant zet, zodat een vakantie wat makkelijker te financieren is, et cetera. Dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Maar het is dus wel verstandig om te kijken van, kan ik met mijn bijverdiensten mijn financiële toekomst versterken en uiteindelijk in de buurt komen van financiële onafhankelijkheid. En daar heb je dus niet €1000 per maand voor nodig. En voordat ik overga om een voorbeeld om inderdaad te kunnen schetsen van dat je van je hobby heel veel geld kan maken, mocht je op zoek zijn naar een platform te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro zoals de meeste Nederlanders en op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving. Want als je voor 31 juli registreert, krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 31 augustus terug met een max van €100. Ik zal in de beschrijving een linkje achterlaten en als je besluit te registreren via het linkje maak je gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken? Dat zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, laten we uitgaan van een scenario dat je inderdaad wat hebt gevonden binnen je hobby en je verdient er geld mee. En dat is dan €250 per maand. Dus dat is een bedrag wat echt wel haalbaar is. En ik ga ook weer niet een voorbeeld schetsen van, stel je verdient €2000. Nou, dat is natuurlijk een beetje onrealistisch al helemaal in de beginfase. Maar €250, dat moet op een gegeven moment wel haalbaar zijn. En in welke branche, welke sector, welke hobby, online of offline, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Voor iedereen is dat natuurlijk anders. Dan kunnen we eventjes voor het gemak snel deze compound interest calculator erbij pakken. Dan gaan we dus uit van een percentage van 8%. Stel je voor, je krijgt dat voor elkaar. We kijken dan echt dat je inderdaad verder vooruit kijkt richting je pensioen. Stel je voor, je bent nu 35, dat je nog een jaartje of 30 te gaan hebt. En je denkt bij jezelf, ik verdien €250 per maand extra met mijn hobby, maar ik wil ook €100 gebruiken om nu te genieten. Want je moet natuurlijk wel denken aan je financiële toekomst, maar je wilt natuurlijk ook niet hebben dat je nu op een houtje bijt en dat je denkt, nou wacht maar, over 30 jaar ga ik genieten. Dus als we dan uitgaan van €150 per maand en dan verhogen we dat bedrag op jaarbasis met 2%, dat is natuurlijk ongeveer het inflatiepercentage, en dan kan je dus even zien van wat bouw je nou op door inderdaad online wat geld te verdienen. Dan zie je dus dat de gevolgen gigantisch kunnen zijn. Want ten eerste heb je natuurlijk die €100 gebruikt om nu te genieten en dan nog eens €150 om ervoor te zorgen dat je financieel later wat opbouwt. En dat is dus een serieus vermogen, want het komt uiteindelijk neer op een belegd vermogen van €270.000. Natuurlijk, het gemiddelde van de S&P 500 de laatste 70 jaar is zo'n 8-9%. Dat is natuurlijk ook weer niet een garantie. Dus ga ook niet denken van dat het precies zo uitkomt. Het is natuurlijk ook zo voor de komende 30 jaar dat er heel veel veranderingen worden doorgevoerd in het belastingstelsel. Dus dat is ook altijd een beetje lastig om op de lange termijn goed te kunnen inschatten. Maar je kan er niet omheen dat een hobby aan de zijkant, waar je dus wat extra geld mee verdient, gigantische gevolgen kunnen hebben voor je financiële toekomst. Vandaar dus dat ik denk dat het altijd heel erg belangrijk is om online inderdaad wat extra geld te verdienen. En heel vaak merk je dat mensen denken, ja, als ik €250 per maand verdien, dan hoeft het niet. Vandaar dus dat het ook belangrijk is om vooral te kijken naar onderwerpen die inderdaad een hobby zijn, zodat je inderdaad niet in een situatie terechtkomt dat je een onderwerp behandelt waar je echt een hekel aan hebt. Dan is het heel erg lastig om dat vol te houden. Maar als het gewoon een hobby is, je doet iets wat je leuk vindt en je verdient er geld mee, dan gaat het bijna vanzelf. En natuurlijk, op een bepaald moment krijg je misschien voor
voor elkaar om die 250 euro per maand extra te verdienen. Maar dat kan natuurlijk ook verder uit de hand lopen. In een positieve zin natuurlijk. Dus ik denk dat heel veel mensen niet alleen maar moeten kijken, ja, 250 euro per maand, daar ga ik toch geen moeite voor doen. Maar mensen moeten dus inderdaad het wat verder vooruit kijken. Echt naar het brede plaatje kijken van wat is het dan wel niet allemaal mogelijk. En dan kan je dus met bijverdiensten, oftewel je hobby op het internet, ervoor zorgen dat je er financieel warmpjes bij zit in de toekomst. Voor nu komen we wel het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.